Hartelijk welkom bij Studio ADO. In deze aflevering natuurlijk weer diverse interviews. En in de studio hier praat ik over ADO Den Haag met onze analist Pieter Donat. Pieter, hartelijk welkom. Ja, gelijk maar even met de deur in huis vallen. De spelersgroep heeft bij elkaar gezeten. Daar is een wens uit naar voren gekomen dat men heel graag als assistenttrainer er weer bij wil hebben bij de staf Giovanni Franke. Ja, die spelers zeggen dat omdat vorig jaar het natuurlijk onder hem erg goed gegaan is. En die willen terug naar de tijd van vorig jaar. Maar daar ligt op dit moment het probleem niet. Het probleem ligt dat er geen sfeer is. Dat er geen voldoende inzet tijdens de wedstrijden. En dat ligt niet aan de trainer. Nee, maar kijk, sfeer, dat heeft alles te maken met resultaten. Die waren vorig jaar goed, ja, dus dan is alles wel heel gauw goed. Datzelfde dit seizoen, ja, als je nu constant teleurstellend verliest. Ja, dan komt dat de sfeer nu ook niet ten goede. Nee, dat is kip en ei verhaal, klopt. Maar je kan je afvragen, waarom ging het vorig jaar goed en dit jaar minder? Dan kan je altijd natuurlijk naar de trainer wijzen. Je kan ook kijken naar spelers die minder functioneren. Verheid scoorde vorig jaar elke wedstrijd een doelpunt. Is nu minder gevaarlijk, scoort nu minder. Sam Steijn is weg, die toch ook gangmaker was en de sfeer bracht. De Haagse energie en het gaan voor een resultaat, die is er dit jaar niet. Nee, centrum in verdediging in feite weg. Ik bedoel, we zijn ook niet meer bij de ploeg aanwezig. Amova weg en Matisse. Die was ook nog bij de ploeg, ook weg. Dat zijn hele belangrijke achteraf mensen geweest die de zaak goed achter dicht hielden. En ook pasten in de Haagse cultuur en de sfeer. En die is weg. En ik noem dat sfeer, maar het is eigenlijk meer de onderlinge verhoudingen. De wil om te willen winnen. De strijdlust. Ja. Het gaan voor resultaat. Niet alleen het laatste Haagse kwartiertje, maar eigenlijk de hele wedstrijd willen vlammen. En dat is minder dit jaar dan vorig jaar. Maar goed, er wordt ook bijgezegd van, met ze roemen ook Giovanni Franke vanwege zijn tactische vermogen. En wat je dan hoort, hij liet de spelers, zoals het zo mooi heet, in hun kracht voetballen. Ja, maar dat heeft ook te maken met de wisselwerking tussen hem en de belangrijkste spelers, zoals Verheid en Steijn. Die creëerden met z'n allen, trainer met spelers, een zodanige sfeer dat er eigenlijk gewoon al van tevoren vanuit ging, wij winnen vandaag. Ja. En dit jaar is die er niet. En ja, of dat nou alleen ligt aan de verkeerde aangetrokken spelers of de trainer, ik kan daar nog niet de vinger achter krijgen. Nee, ik ga ervan uit, kijk, Kuyt werkt keihard, doet er alles aan op een gegeven ogenblik. En ja, spelers moeten het natuurlijk op het veld ook waarmaken. En ADO heeft dit seizoen natuurlijk al een paar keer binnen 5 minuten een keer eens een goal tegen. Dan denk je, ja, dan ga je toch niet scherp het veld op. Nu, tegen de wedstrijd tegen VVV Venlo, gebeurt het 2 keer vlak voor tijd. Of eigenlijk in blessuretijd dat je een doelpunt tegenkrijgt. Dan denk ik, ja, dan ben je ook niet scherp. Nee, wat dat betreft vraag je af, hoe komt dat? Is dat inderdaad geen concentratie? Kijk, het is de samenhang tussen spelers en trainer. En ik heb het idee je hebt ook dat incident gehad dat Kuyt de kleedkamer niet inging omdat hij zo boos was. Ik heb het idee dat er niet een 100% klik is tussen de trainer en de spelers. Niet met z'n allen voor het resultaat gaan. En waar dat precies aan ligt, weet ik niet. Maar ik denk dat... En het kan een tweede oorzaak kan zijn dat tactisch gezien vorig jaar het heel duidelijk was. Er was een 4-3-3 systeem. Verheid in de spits, vleugelspelers die de voorzetten gaven. En dit jaar wordt er regelmatig tactisch veranderd. Dit keer met 5 verdedigers. Katic vanuit de rechterflank die de hele rechterkant moet bestrijken. Allemaal tactische dingen waar misschien deze spelers niet aan toe zijn en dat niet aankunnen. Waardoor ze te veel aan denken zijn en daardoor niet doen wat ze moeten doen. Strijd leveren. Ja, dat was natuurlijk wel pijnlijk tegen VVV Venlo. Diep in de blessuretijd krijgen die 2-3 om de oren. En dan blijkt achteraf dat ook nog een handsbal te zijn. Vervolgens Verheid zegt daar wat van. Krijgt geel. Nou, Verheid blijkt gelijk te hebben, want het was hands. Maar door die gele kaart staat hij er voorlopig vrijdag weer naast. Ja, dit is nou eigenlijk dat verhaal van als het tegen zit en de resultaten zijn minder, dan gaat ook alles tegen zitten. Er gaan zulke soort dingen tegen zitten. Als jij bovenaan staat, dan krijg je die hensbal niet en dan komt dat doelpunt niet. Dat is voetbal. Ja, ja en Severina krijgt nog wat kansen die er misschien vorig jaar wel in gingen en nu niet. En dan is een nederlaag weer gauw verklaard. Oh ja, dat is net wat ik zei. Dat heeft te maken met vorig jaar veel balletje net de goede kant op. Binnenkant paal, buitenkant paal en dit jaar niet. En dat kan te maken hebben met de onderlinge saamhorigheid in de ploeg. En misschien tussen de ploeg en de trainer. Ik weet het niet. Goed, we praten dadelijk verder. Tijd voor het eerste interview vanaf het trainingscentrum. En dit keer praten we dan met de trainer Dirk Kuyt.
Dirk, wat ging er door je heen de laatste minuut tegen VVV Venlo? Pijn. Pijnlijk om op zo'n manier de wedstrijd te moeten verliezen. Dat ondanks een lastige wedstrijd voor ons, dat we ons door de wedstrijd hebben heen geknokt. Uiteindelijk kom je tot 2-2 en heb je verschillende kansen om 3-2 te maken. En dan hoop je met name voor het team, voor de club, voor de supporters, ja, dat je dat beetje geluk hebt en dat extra zetje wat voor heel veel positiviteit kan zorgen. Ja, en dan blijkt achteraf nog dat het nog een handsbal is geweest. Ja. En Dirk Kuyt, of Verheid protesteert, dan terecht zeg maar. Ja. Krijgt nog eens een keer een gele kaart en staat daardoor vrijdag ook nog een keer ernaast. Ja, nee, dan als je zeg maar, het hebt over dingen die niet meezitten, dan waren dat een aantal opeenschakelingen. Hoe de goal tot stand komt, uiteindelijk door een overtreding in handsbal van de tegenstander, wordt niet gezien door de scheidsrechter. De VAR wordt vaak vervloekt, ook door mezelf, maar in dit geval had ik hem er graag bij gehad. Ja, dat zit er allemaal tegen, maar goed, dat is voetbal en daar moet je soms mee dealen. En dan krijg je een klap, een harde klap in je gezicht. Maar ja, uiteindelijk moet je gewoon weer opstaan en doorgaan. Ja, daar hebben we het wel eens over gehad, over scherpte. ADO een paar keer wedstrijden gehad, de eerste 5 minuten al doelpunten tegen. Nu krijg je 2 keer in blessuretijd een doelpunt tegen. Heeft dat ook iets met scherpte te maken? Ja, nou, we zaten uiteraard natuurlijk denk ik dat we de corner beter hadden kunnen verdedigen. Maar aan de andere kant was dat de eerste schot op goal, of in dit geval een kopbal op goal van de tegenstander. Tot die tijd was dat nog niet gebeurd. Dus dat geeft aan, ondanks dat ik vond dat we verdedigend gezien graag eerder druk wilden zetten. Dat was in ieder geval het plan. Dat lukte ons niet. Daar hebben we in de tweede helft goed neer moeten zetten. En uiteindelijk de laatste 20 minuten van de wedstrijd denk ik goed ingevuld. Hadden we veel meer druk op de tegenstander. Maar ondanks het feit dat we die eerste helft niet druk hadden, hadden we wel controle en gaven we weinig weg. Ik denk ook dat we een aantal kansjes hebben gehad om misschien nog wel een goal erbij te maken. Sander Severina die een hele goede wedstrijd speelde. Ja, en dan is het gewoon uiterst zuur dat het gewoon tegen zit. Maar goed, we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten en gewoon keihard blijven werken. En zorgen dat, dat het geluk weer een beetje je kant op komt. En daar zijn we hard mee bezig geweest deze week. Goed, zo over de wedstrijd van vrijdag. Wat anders, deze week hebben je spelersgroep bij elkaar gezeten. Een gesprek gehad. Schuiven dan blijkbaar een Giovanni Franken naar voren om assistent te worden. Er is nog een vacature op dat gebied. Hoe sta jij daarin? Nou, laat ik zeggen dat, dat we deze week niet alleen binnen het veld, maar ook buiten het veld heel goed gewerkt hebben. De spelers, de staf, de spelers en de staf hebben hele goede gesprekken gehad. En daar wil ik het eigenlijk graag bij laten, want dat soort gesprekken zijn in vertrouwen. We hebben dat allemaal als heel positief ervaren. Maar uiteindelijk is er op dit moment maar één ding belangrijk. En normaal gesproken staan we hier 2 dagen van tevoren, maar nu is het morgen al D-Day voor ons en wij moeten morgen presteren. Dus daar ligt voor ons de focus op. En op dit moment wil ik aan niks anders denken. Voel je dan, die spelergroep voelt dat natuurlijk ook, jij natuurlijk zelf ook, zo'n druk van tegen Telstar. We moeten natuurlijk een keer een resultaat gaan halen. Dat is ook belangrijk voor de hele sfeer, alles. Ja, nee, ik leg, als ik naar mezelf kijk, altijd mezelf de druk op. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik wil altijd winnen. Al is het een spelletje mensen ergen niet met mijn kinderen. Dat maakt me geen bal uit. Die druk is er altijd van mij. Maar we weten wel dat het gewoon heel pijnlijk is. Ik weer hoe je vorige week verliest en de week daarvoor. Ja, dat we er alles aan doen om dat tijd te keren. En ik heb meer het gevoel van, hey, we werken er met z'n allen keihard aan om dat moment gewoon weer nu naar onze kant toe te laten vallen. En dat moeten we, daarom moeten we ook de focus en de energie op morgen leggen. En daar heb ik uiteindelijk een goed gevoel over, zeker na deze week. Goed, de wedstrijd tegen Telstar. Volgende week dan midweeks tegen Rode JC. Met 6 punten die korte WK-stop ingaan, dat zou dan wel lekker zijn. Ja, dat is ook onze doelstelling. Dus onze doelstelling, wat ik al zei, is de wedstrijd van morgen winnen. En dan wil je ook in eigen stadion goed afsluiten. Maar laten we eerst naar morgen kijken. We hebben resultaten nodig om ook weer positief te kunnen denken. En positief te kunnen voelen. Dus daar zijn we op dit moment alles voor aan het doen. Ja, want met 6 punten in deze KKD maak je gelijk sprongen. Jawel, maar er wordt heel vaak door jullie als media en terecht naar de ranglijsten gewezen. Naar het feit dat we punten moeten halen, dat weten we donders goed. Maar wij moeten vooral zelf dat positieve gevoel krijgen. En die ranglijst is op dit moment even niet belangrijk, maar die punten zeker wel. Want dat gaat ons positiviteit geven en dat hebben we heel hard nodig. Goed, tot zover het gesprek vanaf het trainingscomplex in Rijswijk. Pieter, dan de wedstrijd aanstaande vrijdag uit tegen Telstar. Ja, op dit moment is, denk ik, ADO Den Haag voor iedere tegenstander de te kloppen ploeg.
Zeker, en het lijkt makkelijk Telstar uit, waar hebben we het over. Maar Telstar is een leuke ploeg die op het ogenblik goed functioneert. 1-1 tegen NAC Breda gespeeld heeft uit. Nou, dan ben je een goede ploeg, dan doe je het goed. En los van de stand op de ranglijst, waar Telstar dus zelfs nog boven ADO staat. 3 punten, ja. Ja, is het een ploeg die ik dan in de samenvattingen weliswaar gezien heb. Met best wel aantrekkelijke spelers die kunnen verrassen. En in mijn ogen wordt het een hele zware wedstrijd. Ja, los van alles hè, wat er nu al gaande is, Giovanni Frankie wel of niet bij zo'n groep. ADO speelt nu bij Telstar, woensdag dan de wedstrijd thuis tegen Rode JC. Ja, stel nou eens dat er 6 punten worden gepakt, is dan de rust weer gekeerd? Ja, de rust weer gekeerd. Je kan ook zeggen van inderdaad dan 6 punten meer. Dan schiet je al in de keukenkampioen-divisie waar iedereen van elkaar kan winnen. Stijg je in de ranglijst natuurlijk. Maar ik denk dat de clubleiding dieper moet kijken van... er zijn al dan nu op dit moment al zo'n 16 wedstrijden gespeeld. En nog steeds is het niet echt geweldig hoe de eerste seizoenhelft gegaan is. En dan moet je niet alleen op die laatste wedstrijd afgaan. Dan moet je in de evaluatie toch gewoon gaan kijken. Is het een goede klik ADO Den Haag met Dirk Kuyt? Als ze dan ja zeggen, dan moet je met z'n allen er vol voor gaan. Ja. Maar het is niet dat door die laatste wedstrijd bepaalt wat er gebeurt. Nee, nou ligt het natuurlijk niet alleen in de trainer. Want ook spelers moeten wat dat betreft, vind ik wel, erg in de spiegel kijken. Want er zijn, kijk, verdediging is niet sterk. Maar ook aanval en middenveld, die blinken ook niet elke wedstrijd uit. Nee, maar dat is juist de constatering. Maar... de spelers die zijn misschien niet goed genoeg. Ze komen van een, als je ziet waar een aantal spelers gespeeld hebben voor ADO Den Haag. Op een lagere divisie in Duitsland. Uit het tweede team van Ajax. Overal komen ze vandaan. En heel fijn en prima, misschien prima spelers. Maar op dit moment laten ze nog niet zien dat ze het niveau top het keukenkampioen-divisie aankunnen. Nee, nou, Thomas Veit er in ieder geval niet bij tegen Telstar. Mario Bilat is schorsingsvrij. Ja, het zou een oplossing zijn. Ja, dan praat je al over de opstellingen inderdaad, wie daar moet spelen. Maar het gaat mij meer om niet welke mannetjes, welke poppetjes te staan. Wat ik mis is de chemie tussen de spelers en ook wat ik zei tegen de trainer, dat ze voor het allemaal ervoor gaan. En de samenhang van een team is vaak veel belangrijker dan individueel wie er speelt. Het maakt mij niet zo uit of Bilate of een ander of die in die spits speelt. Het gaat erom, wil je voor elkaar werken, wil je ervoor knokken, ga je voor de groen-gele kleuren, wil je gewoon strijd leveren en dan komen de resultaten. Ja, nou goed, laten we hopen dat dat in ieder geval komende vrijdag dan de eerste aanzet gaat worden. Nog 2 wedstrijden voor de, zal maar zeggen, korte WK-stop. Het zou wel goed zijn voor de ploeg als je dan inderdaad die volle buiten eruit gaat halen. Durf jij nou een voorspelling te wagen voor vrijdag? Nou, als het gaat zoals de afgelopen 16 wedstrijden, dan zou je daar wel met 1-2 of met 2-1 kunnen verliezen. Maar als er gebeurt wat ik net zei, dat je allemaal strijd wil leveren en zegt van we gaan nu even voor de winst op met z'n allen voor een goed resultaat, dan kan je daar net zo goed winnen in IJmuiden. Ik durf niet te zeggen van winst, verlies, gelijk, maar het gaat erom hoe ze de echt een keukenkampioen divisie wedstrijd, alles kan. Juist. Goed, daar houden we het ook bij. We gaan kijken naar een gesprek dat ik had op het trainingscomplex met middenvelder Gregor Breinburg. Gregor, afgelopen week tegen VVV Venlo bleef je in de rust in de kleedkamer achter. Blessure? Ja, ik heb mijn enkel dubbel geklapt. Net voor de situatie toen we corner tegenkregen. Ik probeerde de voorzitter eruit te halen en toen klapte ik mijn enkel dubbel. Ja goed, en dan moet je de tweede helft de tribune toekijken. Ja, dan word je gek als voetballer denk ik. Vooral in de laatste fase natuurlijk. Ja, tuurlijk. Je hoopt dat die bal aan de andere kant valt en helaas krijgen we hem tegen. Ik denk dat we ook een paar mogelijkheden hadden om zelf te scoren eigenlijk. Aan het einde dan. Ja, ADO heeft dit seizoen een paar keer in het begin van de wedstrijd een doelpunt tegengekregen. Nu 2 keer in de blessuretijd. Ja, dat is dan ook een gebrek aan scherpte. Dat mag toch eigenlijk niet gebeuren? Hè? Nee, ik ben het helemaal mee eens. Als je hem niet kan winnen, moet je zorgen dat je sowieso niet kan verliezen. En dat mag niet eigenlijk. Ben ik helemaal mee eens. Goed, dan wordt er, dat hoor ik ook van de trainer, elke week keihard getraind, goed getraind. En dan toch elke keer, vooral de laatste weken, staat er zo'n wedstrijd. Ja, dat is een beetje een lamlendig. Je hebt wel kansen, ja. Je had hem ook kunnen winnen, maar toch, het is niet echt het ADO wat we kennen. Nee, ik denk dat het ook heeft te maken met vertrouwen, zelfvertrouwen. We spelen niet vrij uit misschien. Hopelijk is dat vrijdag anders. Ik denk dat iedereen zijn mening heeft kunnen geven, zijn gevoelens kon uiten. En ik hoop dat het tot een mooie resultaat leidt vrijdag.
Ja, want er is deze week uitvoerig gesproken, recent nog. En de spelersgroep zou dan Giovanni Frank ook naar voren hebben geschoven om weer terug te komen als assistent. Want er zit nog een vacature in de technische staf. Ja, inhoudelijk ga ik niet op in wat we hebben besproken. Maar het ging ook namelijk om de gevoelens van de spelers. Als ze met iets zaten, kon je het gewoon uiten. En dan zou het ook intern blijven, in principe. Wordt het niet een keer tijd dat ook de spelers of de groep als zodanig de trainer een keer niet in de steek laat? En inderdaad een keer, ja, jullie willen dat zelf natuurlijk ook dolgraag, een keer een wedstrijd weer eens overtuigend winnen. Ja, ik denk dat we gewoon elkaar zelfs ook in het veld misschien in de steek laten. De trainer, maar ook de supporters. Ik denk dat we ons allemaal tekort doen. En ja, daar ben ik echt volkomen mee eens. Ik denk dat we desnoods extra stappen moeten zetten, ook al ben je moe, ook al heb je pijn of wat dan ook. Maar dat we wel van een ander vaartje moeten tappen. Goed, dat kan dan gebeuren. Uitwedstrijd tegen Telstar. En dan woensdag de Rode JC voor thuis voor eigen publiek. Ja. Met misschien 6 punten. Kun je toch een beetje lekkerder die WK-stop ingaan. Ja, tuurlijk. Er zal een beetje bravoer erin moeten komen. En ik heb wel een goed gevoel over. Gehouden afgelopen week. Ik ga met volle vertrouwen richting Telstar. En dan moeten we gewoon verlammen en laten zien. Met ons voet in de plaats van met ons mond, wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Goed, 6 punten zou inderdaad betekenen lekker vertrouwen weer krijgen. Ja, ook voor de sfeer belangrijk. Ja, tuurlijk, 6 punten zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar ja, je moet gewoon wedstrijd voor wedstrijd kijken. Ik denk eerst vrijdag en dan woensdag. Ik denk niet dat je over vrijdag nu al kan tillen. En vooral niet in de situatie waar we nu in zitten. Tot slot, je moest er geblesseerd uit, maar je bent weer beschikbaar voor vrijdag. Ja, ik heb vandaag wel getraind. Ik zal even kijken. Ja, we moeten even kijken wat de reactie is, maar... Ja, dat zien we morgen wel. Tot zover dan de gesprekken vanaf het trainingscomplex. Het is de hoogste tijd om eens te gaan kijken naar het programma voor de diverse ADO-teams de komende dagen. Vrijdag, dan speelt ADO Den Haag de uitwedstrijd tegen Telstar. En dat duel in IJmuiden begint om 8 uur. Dan zaterdag, dan komt ADO Den Haag onder 21 weer in actie. Dat speelt dan om 3 uur 's middags de uitwedstrijd tegen Willem II onder 21. En de ADO-vrouwen hebben weer een vrij weekend. Dat heeft alles te maken met de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen. Tot zover dan het programma van de diverse ADO-teams voor de komende dagen. Pieter, jij weer bedankt voor je analyses. En laten we kijken wat het gaat worden de komende twee wedstrijden. Thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Studio ADO. We zijn er volgende week nog één keer. Want dan speelt ADO een thuiswedstrijd tegen Rode JC. En daarna de korte WK-stop. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.